enjoy all pretty things in life, and our worries seem disappears when we are together, together in our motorhome beers. Hallo. Hi, hey. Welkom bij deze video, bestaande uit de vragen die we hebben gekregen op onze video vraag en antwoord op het wonen in een camper met een heel gezin. We gaan deze video verder dus niet veel moeilijker maken dan nodig. Dus geen mooie overhangetjes, geen mooie beelden en geen geknip en geknip. Ja, af en toe zal ik een beetje knippen, want ik heb hier een extra telefoontje staan waarbij ik de reacties die zijn geplaatst ook eventjes voor jullie in beeld kan brengen, wanneer ik dat nodig vind of even leuk vind om te schakelen. Dus verder gaan we niet heel te spannend maken. Het leven gaat gewoon door, dus we zitten in ons huis op wielen. De jongens vinden ze lekker douchen, Ronan zit naar buiten. Sorry, Deon zit naar buiten en Ronan zit hier. Lekker. Hallo. In zijn eigen bubbel. En dus dat laten we gewoon allemaal lekker gebeuren. Tussendoor zullen we de jongens ook de vragen die gesteld zijn laten antwoorden. Ingrid geeft antwoorden, ik geef antwoorden. En heel in het verleden hebben we wel eens vaker de opmerking gekregen dat ik veel aan het woord ben in de vlogs. Ja, dat klopt helemaal. Dat zal in deze video misschien ook weer aan de orde zijn. Dat is helemaal niet dat ik Ingrid daarin wil domineren. Maar Ingrid heeft ooit gewoon eens aangegeven van, joh Mark, doe jij dat soort dingen maar uitleggen die de vragen aangaan. Of als mensen echt meer informatie willen hebben, omdat ik daar gewoon textueel wat makkelijker mezelf in kan verwoorden. Dus het is helemaal niet zo dat ik Ingrid daarin domineer. Dus Ingrid gaat ook zeker vragen beantwoorden, neem ik aan. Ja, neem ik aan. Ik ga mijn best doen. Ja, en zoals gezegd, we gaan het niet moeilijker maken dan nodig. Dus we gaan gauw beginnen. Zoals gezegd, ik heb hier een extra cameraatje staan. Dus als je denkt, wat heeft die event nog steeds voor onder zijn kin hangen? Nou, dat is dus Ingrid, de mobieltje die even wordt gebruikt als zijnde extra camera. Om ook dit beeld te kunnen laten zien. En we schakelen maar gewoon gelijk over naar het beeld. Want ik heb onze vlog vraag en antwoord hier al voor me staan en geopend. En dan scrollen we naar beneden en dan hebben we 65 reacties. Dat waren niet allemaal vragen, waren ook gewoon leuke reacties. We nemen ze wel allemaal even door, we lezen ze op. Gaan we ze op de beurt oplezen? Oh, je gaat ook de reacties gewoon... Ja, weet je, we slaan hier niemand even over. Een reactie is ook prima. Die lezen we even op en dan is het dat we niks zijn vergeten. Want soms staat er in een reactie ook een vraag bij in. Dus vandaar, dat is eigenlijk een beetje waarom ik dat... Snap je hem? Ja, ik snap hem. Even kijken, we gaan gewoon beginnen. Lijkt me stug dat jullie nare opmerkingen krijgen. Ik zou niet weten waarom. Ik ook niet. Nee, dat zouden we ook niet weten. Maar sommige mensen vinden dat nou eenmaal nodig om lelijke opmerkingen te plaatsen. Nee, die hebben niks anders te doen. Nee, denk dat zijn altijd van die... Mensen die gewoon de hele dag een beetje zich eigen vervelen en denken, ach, laten we eens erop. De toetsenbordhelden zeggen ze ook wel eens. Ja, hè? Maar dus we geven er ook geen energie aan. Nee, we geven er geen energie aan. Nee. In het begin hebben we daar wel eens moeite mee gehad. Dat we denken van, ja, waarom inderdaad? En we willen helemaal geen kwaad uitzaaien naar de wereld. En dan krijg je wel terug. Nou goed, daar zijn we helemaal niet van. Maar dat is zeker wel eens gebeurd. Sterker nog, het gebeurt nog wel eens. Op de achtergrond horen jullie Deon inmiddels binnenkomen. Kom er wel lekker bij zitten, jongen. Pak lekker je telefoontje weer waar je mee bezig was. Ja. En Deon is lekker een filmpje aan het kijken. Dus ja, nee, wij weten ook niet waarom, maar dat gebeurt nou eenmaal. En ik kom daar later aan het einde van deze video nog even een keer op terug. Volgende reactie, wil jij hem voorlezen? Ik volg jullie al best lang en zou graag willen weten of jullie ook nog van plan zijn om naar andere landen te trekken. En zo ja, welke? Nou, dat zijn we nog zeker van plan. Ja, ik snap die vraag heel goed. Er zijn meerdere vragen trouwens ook opgekomen. Ja. Ook wel eens in onze voorgaande video's reacties van, wat jammer dat jullie weer voor Spanje kiezen. Ja, snap ik ook heel goed. Waarom niet een keer wat anders? Ik heb dat toen overigens uitgelegd. Spanje is als overwinterland in de maanden dat wij weggaan, verreweg het meest eenvoudige. En dat heeft ook een beetje te maken met onze hond Rico. Ja. Niet ieder land is even makkelijk. Nee. Rico is een schat van een hond. En ook Rico is er gewoon bij, want die zul je af en toe op de achtergrond horen te snurken. Die ligt je lekker op zijn kleed. Ja. Maar niet alle landen zijn makkelijk. In zijn paspoort is en blijft het nou helemaal een Steffert. En die valt onder een hoog risicohond. Ja. Ja, weet je, je hebt ook mannen met lange baarden, lang haar en tattoos. En die zien er heel gevaarlijk uit, maar kunnen ook gewoon heel vriendelijk zijn. En dat is met Rico net zo het geval. Maar ja, het staat helemaal wel in zijn paspoort. Het is een hoog risicohond en niet ieder land is daar makkelijk mee. Nee. Maar, en wij hebben gewoon geen zin om daar te veel poespas
aan te hoeven te wijden, want... Nee, maar er zijn zeker plannen. Ja, sommige houden we even geheim. Andere gaan we zo meteen nog wel delen, want de vraag komt nog een paar keer terug. En dan gaan we die zeker beantwoorden, want we hebben nog de planning om deze zomer nog ergens anders naartoe te gaan. De planning wel. Planning wel. Of ja, het gaat lukken. Dat... Moet het financieel ook lukken, maar ja. Ik zie er volgens nog zeker positief in. We gaan naar de volgende. Rob Kivits. Ja, dat weten we. Hij zegt ook, ik volg jullie al zo lang, ik weet alles al, behalve jullie pincode. Nou, 2225 bij deze. Weet je mijn pincode ook. Ja, weet je, die rekening is toch niet zo hoog, want we moeten het met weinig doen. Dus Rob, jongen, nou weet je helemaal alles. Maar Rob volgt ons inderdaad al heel lang. En, ja, dankjewel voor je leuke reactie. Dankjewel daarvoor, überhaupt voor het volgen. We gaan naar een volgende reactie van een @hnretube 12. Ik weet niet of ik dat zo goed uitspreek, maar wil jij meer voorlezen? Denken jullie er ook wel eens aan om naar een ander land, Spanje of Portugal te gaan? En zo ja, welk land of welke landen? Ja, daar komt ie. Nou, we hebben een planning om zeker naar een ander land te gaan. Spanje is gewoon nogmaals een makkelijk land. Portugal hebben we vorig jaar ook gedaan. Zullen we nu niet doen. Planning nu is ongeveer in juni, weer terug te zijn in Nederland. Ja. Want dan heb ik wat klussen staan. Weer eventjes wat familiemomentjes. Ja. En nou, dat heeft ook alles te maken met een vraag die straks met betrekking tot de kinderen. Missen jullie geen dingen? Komen we er straks op terug. Maar ja, zeg jij maar, waar willen we deze zomer eigenlijk nog naartoe? Ja, we hebben het samen over gehad om eventueel naar Slovenië te gaan. Ja, Slovenië schijnt een prachtig camperland te zijn dus. Ja, en aangezien wij natuurmensen zijn, Slovenië is prachtig natuurland. Ja. Fijn camperland. Dus dat zit eigenlijk nog dat in de planning. Dat zit in de planning nog voor dit jaar. Slovenië. Ja. Iets wat ook al heel lang op ons lijstje staat, is Schotland. Maar dan komen we weer eventjes terug met Rico en dergelijke. Nou, Vince die komt dus inmiddels onder de douche staan. Vince, je wist het, we gingen een vlog opnemen. Dus voel je vrij, doe je ding. Je weet hoe het gaat hier. En af en toe zullen we jou ook eens een vraag stellen, omdat de kijkers jullie ook vragen hebben gesteld. Maar nou, dan ga ik snel weer weg. Dan ga ik snel weer weg, zegt Vince. Schotland is dus ook een land wat op ons lijstje staat. Natuurlijk omwille van die prachtige natuur en de rest. Maar ik vergeet af en toe in die kamer te kijken. Ik kijk heel veel naar mijn scherm. Ja, ik zal nog meer in de camera daar kijken, want daar wordt het opgenomen. Ja, ik zit automatisch iedere keer op het scherm hier te kijken. Maar dat heeft ook weer te maken met jou, vriend, hè? Schotland. De ferry gaat natuurlijk richting Engeland en dan kun je naar Schotland rijden. Dat hebben we bij meerdere vloggers hebben we dat kunnen zien. Met de boot varen, hoor. Met de ferry noem je dat dan. Mm-hmm. Wat zei je dan? Wat zei je rijden. Oh, varen. Sorry. Nee, ik bedoelde. En dan rij je vanuit Engeland naar Schotland. Ja, klopt. Dat hebben we bij meerdere YouTubers kunnen zien. Hebben wij ook gekeken, die vlogs. Omdat we ons er dus op voor aan het bereiden zijn. Omdat we dat gewoon echt graag willen. Maar hond wegbrengen doen we sowieso niet. We stoppen hem niet in een asiel, bij een kennel of pension of wat dan ook. Als we naar Schotland gaan, zouden we dat niet voor hele lange tijd doen, denk ik. Dan gaan we geen maanden, maar dan gaan we een korte periode, misschien 3-4 weken, als we al zouden gaan. En dan zou het misschien bij familie kunnen, maar het liefst houden we Rico gewoon lekker bij ons. Ja. En dan heb je gewoon met wat dingen te maken ook weer. We weten niet hoe streng Schotland daarin is, dus als jullie daarin wel wat weten of tips hebben, laat het gerust weten. We weten wel dat je aparte cabines op die boot moet boeken, waar de hond er dan bij in mag. Afijn, dat moeten we dus allemaal een keer gaan uitzoeken. Het zal dit jaar nog niet gebeuren. Tenminste, het ligt niet in de planning, maar hij zegt nooit. Want wij leven met de dag, dus je weet maar nooit hoe het Schotland, allemaal mag lopen. Schotland en Ierland trekt ons in ieder geval. Schotland, Ierland. Ja. Ja, en straks komt er nog een andere vraag over een land. En dan gaan we daar weer antwoord op geven, want ik kom nog een keer, die vraag. We gaan eventjes naar de volgende. @Mr. K. en de Vos, of Ken de Vos. Ik weet niet, excuus, ik weet natuurlijk niet allemaal jullie namen, dus ik weet niet of ik het goed uitspreek. Mark, het introlied van jullie vlogs, wordt dat door jouzelf ingezongen en op de gitaar gespeeld? Zou misschien leuk zijn om dan je muzikaal talent ook eens te zien passeren in een van jullie vlogs? Ja, dat klopt. Dat is door mijzelf ingezongen. Dat klopt helemaal. En ik heb in een grijs verleden, in het begin van onze video's, al eens een keer gezegd van... ik heb het lied ooit een keer helemaal uitgeschreven, toen wij net in onze camper zijn gaan wonen. Is misschien een keer leuk om dat te laten zien, om dat te laten horen. Heb ik nooit verder van mee gedaan. Vince vraagt of hij zijn handen op moet hangen. Er hangen daar lijntjes buiten. Dan mag je ze zo aanhangen.
Even kijken. Zou het leuk zijn om dan een keer dat talent te laten passeren in een van de vlogs. Dat is een keer gepasseerd. Kijk maar even een video terug van een tijdje terug toen Ingrid 50 werd. Toen heb ik samen met mijn broer Lars heb ik voor je gezongen. Ja, was toen wel ontzettend zenuwachtig. Ja. Ik heb in het verleden heb ik inderdaad samen met de partner van mijn moeder heb ik op de bühne gestaan, op het podium gestaan. En hebben we een coverband gehad. En uiteindelijk heb ik gezegd van toen ik Ingrid leerde kennen, dat is niet mijn ding. Ik heb al een beetje in de mix gezeten. Of je dit ook in de vlogs gaat zien passeren? Ja, niet per definitie. Nee. Maar ja, het is door mijzelf ingezongen. Overigens alle koorstemmen die je hoort ook. En zo hebben we toen ook een coverbandje gehad met alle koorstemmen. Heaven Must Be Missing an Angel had maar liefst 21 koor- of zanglijnen. Er waren al 21 destijds door mij ingezongen, ook de vrouwelijke stemmen. Ik kan best eens een keertje wat laten horen, maar weet je wat, dan krijg ik problemen met YouTube zelf. Want dan zeggen ze allemaal, hey, dat zijn allemaal claims, want dan is dat bekende muziek. En ik weet niet of dat ook geldt wanneer ik het zelf zing, maar wel bekende liedjes zijn. Earth and the Fire hebben we ook gedaan. De Bee Gees, hoge stemmen. Van alles. André van Duin, heel divers. Frans Bauer, wat hebben we nog meer gedaan? Heel veel. Bon Jovi, Robbie Williams, heel veel. Ja, ik hoop dat je vraag zo'n beetje beantwoord. Kijk die vlog van Ingrid de Verjaardag terug, dan kun je het nog even zien. Toen is het een keer de revue gepasseerd. Pasen is het belangrijkste feest, is trouwens van Cora Kemper. Is het belangrijkste feest in de katholieke jaren? Klopt, er was een klein stukje, zat in deze vlog erbij in. Vandaar de hele week voor de Pasen, de Goede Week, genaamd in Nederland. Processies in het zeer katholieke Spanje. Ja, wij weten hier natuurlijk zelf allemaal van. Ik denk dat zij dacht dat ons nog een keer uit te leggen. Dit wisten wij natuurlijk. Het is een traditie die uitbundig wordt gevierd door de Spanjaarden. Bij ons is het al heel lang minder, al zijn er wel kerkdiensten op Witte Donderdag en Goede Vrijdag. Vroeger hadden we anderhalve week paasvakantie. Nu is dat meestal van vrijdag voor de paas tot en met tweede paas. Ja, dat klopt helemaal. Heeft te maken met die paasprocessies. Was dus geen vraag, was een opmerking. Gaan gauw door. Wil jij deze weer doen? Ja, van Thea Dogger. Thea Dogger. Hallo familie, ik vind jullie super. Jij kan ook mooi vertellen. En ik vind jullie nieuwe intro zo mooi. En dan die watervallen. Te gek gewoon. Ja, dankjewel. Thea, het was inderdaad een hele mooie plek met die watervallen. Ja, zeker weten. Dat was het, en ja. De intro is inderdaad ook leuk geworden. Wat zeg je nou? Zeg jij nou? Watervallen? Huilen? Nee. We snappen jou even niet, Vince. Meer kijken naar de camera. Oh, we moeten meekijken naar de camera. Ja, we zitten daar. Ja, we moeten meer in de camera kijken. Ja. Kom anders even hier zitten, Vince. Dan ben je iets meer in beeld. Want daar ben je volgens mij net niet in beeld. Je moet er geen zin in hebben. Ik zit continu te focussen. Is er een reden dat bed naar beneden zit? Ja, nee, dat was een reden omdat ik straks dan wat moest wegpakken. Zo, ik kan weer omhoog inderdaad. Dat is ook nog waar, ja. En ons bed hing nog half op onze kop. Of ons bed. Nee, dat is niet ons bed. Vincent. Dat is Vincent bed. En vandaag hebben we ook vaker gehad. Waar slapen jullie allemaal? Nou, Rowan en Deon achter in het stapelbed. Vincent heeft lekker hier zijn bed. En wij maken van deze zitgedeelte één groot bed van 22 bij 1,90. King size bed. We liggen nog beter dan dat we toen in huis hadden. Ja. Nou, misschien als we de volgende ook even, want dit was meer een opmerking. Even kijken. Een heel verhaal. Oh, die was naar mij gericht, ja. Ik kan zeggen. Ja. Nou weet ik het weer, van ABH 3500. Zal ik hem zelf voorlezen dan, of wil jij hem gewoon wel voorlezen? Nee, doe je ding. Bij La Calla, Calla de Migas. Calla. La Calla de Migas. Is een vrije camperplaats, direct als je de A7 afkomt. Aldi en de Carrefour op 100 meter, daar staat al zeker 8 jaar een Nederlander die camperservice doet. Onder andere zonnepanelen inbouw, maar ook Starlink, waterpomp, nou ja, alles voor de camper. Die zoekt helpende handen, want hij weet, want hij kan het vele werk niet aan. Hij heeft al een hulp, maar kan er nog steeds wel 1 of 2 gebruiken. En op onze volgende collega's, Endless on Wheels, kan je zijn hulp of compagnon aan het werk zien bij het inbouwen van een Starlink. En jullie zijn er nog een stuk vanaf, maar wie weet. Ja, dat had te maken omdat hij denk ik de video heeft gezien dat ik ook bij onszelf de zonnepanelen heb geïnstalleerd. Dus ja, wie weet. Weet je, dat is ook een antwoord die we straks gaan beantwoorden met hoe doen we dat financieel. Dus komen we wel een beetje op terug. Oh, wel lief dat iemand zo aan je denkt. Absoluut waar. Je ziet in jou wel dat je handig bent.
Dus... Die moet mama opleveren. Deze moet mama opleveren, vind ik ook. Ja, een naamgenootje. Ja. Ingrid de Jong. Ik heb eigenlijk geen vraag, maar wil jullie alle liefde van de wereld wensen. Jullie zijn een prachtig gezin en leven een prachtig leven met elkaar. Het is niet mijn manier van leven, maar vind het bijzonder en mooi om te volgen. Ga zo door en geniet van en met elkaar. Ingrid, die kleur staat je prachtig, die blouse. Ja, je zwart staat je echt prachtig in. Maar ze doel denk ik op allereerst, die paarse blouse. Allereerst vind ik het een super lieve reactie van Ingrid. Ook inderdaad, het is niet haar manier van leven. Maar ze vindt het heel bijzonder en mooi om ons te volgen. En zo zie je, we krijgen niet alleen lelijke reacties. Ook heel vaak gelukkig van zeker dit weten. Mooi lieve reacties. En ook leuk dat je laat weten dat die blouse mij heel mooi stond. Ik denk, laat ik eens gek doen. Laat ik inderdaad eens een kleurtje aandoen. Dat zien jullie heel weinig. Zwart voel ik me toch prettiger in. Ja, ik kan er niks aan doen. Maar en het is makkelijk. Ik voel me daar... Ook als je kleurt, zie je het moeilijker in zwart als in een witte trui. Ja, ja, en krijg je het er ook wat moeilijker uit. Ja, klopt. Dan gaan we maar naar dankjewel de volgende, Ingrid. Want wij zijn al 15 minuten onderweg met deze vlog en we moeten nog een aantal. Dus we gaan even door. Van C.A. van Weijen. Lieve reizende familie, ik bewonder jullie vertrouwen dat de kinderen een eigen wereld, wereldwijsheid vergaren door met eigen ogen de wereld te ervaren. Mijn vraag is of Scandinavië en dan met name Zweden een land is wat op jullie bestemmingslijstje staat. Wij zelf emigreren binnenkort naar Zweden en ervaren Zweden als een natuurlievend camperland. Groetjes uit Nederland. Dan gaan we elkaar misschien een keer zien. Ja. Want ja, ook Zweden staat zeker op ons lijstje. Ook omdat we daar kennis hebben zitten. En dus daar willen we zeker een keer naartoe. Maar dan kom je weer met het probleem. Rico. Zweden schijnt nogal wat strenger te zijn aan de grens met honden. Misschien maken we ons druk om niets. Dus daar moeten we ons even in verdiepen. Moeten we vertrouwen even in krijgen, denk ik ook. Ja, ja. Want ja. Rico is heel belangrijk voor ons. Ook echt deel van ons gezin. Absoluut. Dus heel simpel. Waar Rico, we gaan niet waar Rico, zonder Rico. Nee, waar Rico niet kan komen, mag komen, daar komen wij ook niet. Nee, dat dus. Dat dus. En misschien is er niks helemaal overboord. Dan zeggen ze van, ja, hey, weet je, als je net als in Spanje, want dat moet hier in Spanje ook in de meeste delen, even een muilkorfje om. Nou doen wij geen muilkorf. Maar doen we eventjes iets van een riempje of zo'n rubber dingetje of een snuitje, zoals wij snuitje zeggen. Snuitje noemen wij het. Dan heeft hij voor de vorm netjes wat om. Maar ook heel veel niet hoor, zeg ik heel eerlijk, want ik vind het niet. Hoeft ook niet overal, het is niet overal verplicht. Nee. Maar misschien als Zweden zegt van dat het daar wel moet en dan mag Rico gewoon erin. Geen probleem, ja, dan kunnen misschien. We dat gewoon doen. Ja. Dus ja, Scandinavië staat zeker op ons lijstje. Ja. Volgende vraag van Maria Zielig. Hoe doen jullie het met het cassette-toilet en een vuilwatertank? Met 5 mensen zit dat zo snel vol. Jullie staan ook vaak op plekken waar geen verzorging is. Wij zijn helaas afgehaakt bij jullie laatste vlog. Ja. Ja, die reclames. Ja, wij kunnen daar niks aan doen, mensen. Sorry. Nee, dat beslist YouTube dus zelf. Ja, dat... En ja, ik kan er ook eerlijk in zijn. Gelijk een beetje een vraag of antwoord. Wat betreft financiën. We verdienen een zakcentje aan YouTube, langzamerhand met ons kanaal. En daar zijn we ook heel dankbaar voor. Ja. En dat kost jullie dus niks. Dat is puur omdat jullie abonneren en kijken naar onze video's. Maar dankzij die reclames. Komt er af en toe een reclametje voorbij. Ja, klopt. Maar hoe doen wij dat met het cassettetoilet? Nou, wij hebben 2 cassettetoiletten. En wij doen per cassettetoilet ongeveer. Nou, we hebben 1 cassettetoilet, maar we hebben 2 cassettes. Ja, 2 cassettes. En we doen met 1 cassette ongeveer 2 dagen. Ja. Dus we kunnen zeker 4 dagen, ruim 4 dagen, kunnen wij vrijstaan. En dan zoeken we weer een surfpunt. Dan moeten we weer een surfpunt opzoeken. En dat doen we dan ook. En dan legen we gelijk de vuilwatertank. En dat geldt inderdaad voor de vuilwatertank. Ja. Net zo. Dat is volgens mij een 120 liter vuilwatertank die hieronder zit. Dus dat is best wel wat. Ja. We hebben ook 120 liter schoonwatertank. Ja. Dus al het schone water wat op dat moment door de leidingen gaat, komt dan in de vuilwatertank. En kunnen we dan ook weer kwijt. Ja. En heel af en toe sta je eens op een plekje. In Spanje is het namelijk ook gewoon helemaal niet gek dat je af en toe gewoon een put gebruikt. Dus als wij netjes een emmer zetten onder de vuilwatertank, dan kun je dat gewoon in een put, bij het rioolwater kun je dat gewoon weggooien. Sommige mensen zeggen, dat kun je het niet maken. Dat is helemaal niet gek, hè? Het komt uiteindelijk allemaal in dezelfde riolen terecht. Dus als je maar niet zo in de natuur flikkert, daar zijn we dan niet van. Nee. Want er zit altijd wel iets van een schoonmaakmiddeltje bij als je hebt afgewassen of dat soort dingen. Dus nou, dat dus. Ik hoop dat die vraag dan ook zo is beantwoord. Van Fred.
kregen wij fijne paas toegewenst. Nou, dat is inmiddels geweest, maar dat wensten wij jullie natuurlijk net zo. Natuurlijk ook. Fred en Jesse, even kijken. Amber voor Amber, of Amber vier Amber. Ik vraag me af of jullie allemaal tegelijk gaan slapen. Beetje random, maar ben gewoon benieuwd hoe dat gaat. En ze kijkt weer uit naar onze volgende vlogs. Nou, vooral even kijken, want die vinden wij ook leuk. Ja. Gaan wij allemaal tegelijk slapen, jongens? Nee. Deon? We kregen een vraag. Gaan wij allemaal tegelijk slapen? Nee, niet. Nee, we gaan niet tegelijk slapen. Nee. Nee. Wie gaat er altijd als eerste naar bed? Ik. Maar ja. Meestal soms Roan, maar dan... Ja, Roan gaat graag zijn bedje. Maar die zoekt zijn rust dan gewoon op, maar die gaat nog niet slapen. Ja. Ja, Roan maakt ze lekker in orde, gaat hij op zijn bedje liggen. Ja. Die ligt onder het stapelbed, lekker filmpje kijken. Hè? Ja. Op zijn telefoon. Deon die moet gewoon van ons ietsjes eerder slapen. Die gewoon moet, omdat hij zijn rust toch nodig heeft. Ja, die gaat eerder slapen. En vervolgens gaat Roan slapen. Ja. En Vince die gaat als laatste eigenlijk slapen. Met van de kinderen. Ja. Ja. Daarom hebben wij ook dat wij hier slapen. Dus een dubbele functie. Want de kinderen liggen dan allemaal gewoon lekker in bed. Vince hier, de jongen, andere twee jongens daar. En dan kunnen wij gewoon lekker aan tafel blijven zitten. Of eens een keer een filmpje kijken als we daar behoefte hebben. Ja. Gebeurt niet veel. Nee. Maar toch, dat zou dus allemaal kunnen. Ja. Dus nee, we gaan niet allemaal tegelijkertijd slapen en zo doen wij dat. Ja. Volgende. Wil jij deze, dan kun je gelijk even mee blijven luisteren, want het is wel een beetje voor jullie ook, jongens. Wil jij hem voorlezen van Wouter Ruifrok? Mijn vraag zou zijn of jullie individueel sociale contacten niet missen. Zoals je die bijvoorbeeld hebt als je actief bent in een sportteam of samen muziek maakt met vrienden. Of gewoon er even lekker met een of meer vrienden, vriendinnen naar een feest of concert gaat. Van die dingen die je eens even niet met je gezin of familie doet, waar je best later thuis leuk over kunt vertellen. Of soms juist niet, omdat het een stukje van jezelf is dat je je misschien niet meteen wil delen. Ik ben dol. Ik zal me even meer tonen. Ik ben dol op mijn familie. En vrij close met hen. En ik heb een lieve echtgenoot met wie ik vol overgave mijn leven deel. Maar soms is het ook fijn een klein stukje eigen individueel leven te hebben. Met mensen buiten deze kring. Ik leer daar ook van en verbreed mijn horizon. Lange intro, maar ik ben nieuwsgierig hoe jullie dat oplossen. Vind ik helemaal geen gekke vraag. Nee, en die snap ik ook helemaal. 100%. Ja. Ja, wij zijn ook gek op onze familie en zijn ook close met onze familie. Close als gezin. Close als gezin. Sowieso. Maar ik mis, voor mijzelf sprekende, mis ik niet dat ik aparte vrienden, sportvereniging, weet ik veel wat. Hadden wij thuis ook al niet? Nee. Bij als volwassenen zijn? Nee, helemaal niet. De mensen die ik mis, die kan ik af en toe even bellen of videobellen. En ga ik even gezellig mee aan de babbel. En voor de rest, voor mijzelf sprekende, mis ik dat niet. Nee. Nou ja, weet je, wij gaan dus ook... wij reizen wel, maar niet 12 maanden continu een stuk door. Wij komen ook met regelmaat in Nederland. Gelukkig wel. Ik heb nog een onderneming. Hè? Dat heeft ook een beetje te maken met het financiële stukje in Nederland. Op het gebied van Sinterklaas en Kerst. Onze trouwvolgers weten dat. Dat heeft ook te maken waarom ons kanaal De Beard heet. Het is niet alleen mijn baard, want dat was ook nog een vraag die zo meteen voorbij komt. Het is niet alleen mijn baard waarom ons kanaal en onze camper De Beard heet. Dat kwam maar eigenlijk... ook mijn baard. Ook jouw baard. Ja, die vraag komt zo meteen nog, dus die mag je zo meteen beantwoorden. En dan zal ik ook deze tekst verder toelichten. Maar dan komen we dus in Nederland. En zeker in die Sinterklaasperiode hebben we ook een prachtig team om ons heen staan waar we dat allemaal mee doen. Dus daar hebben we echt onze sociale contacten. Ja. Nou, jij Deon? Ja, ik in Nederland met in de schuur. Ja, als ze in de schuur staan, dan gaat hij gewoon ook lekker... kijk, die jongens kunnen dan ook hun vrienden kunnen ze gewoon bezoeken. Zodra ze in Nederland zijn. En ook in Spanje, zoals voetbal, jongens waar we mee voetballen, dat doen we ook gewoon in Spanje. Precies. We hebben ook wel eens dat we dan naar een voetbalkooitje gaan en dan kom je andere Spaanse kinderen tegen. En dan doe je het in het halfgebrekkig Spaans en Engels. En dan speel je toch een potje voetbal de hele dag. En ze draaien en ze leren de taal. Zodra je in Nederland bent, dan kun je gewoon weer je vrienden opzoeken. Dan word ik opgehaald. En, precies, dan gaat het sociale leven in Nederland ook gewoon weer door. En Deon die doet dan ook, als we in Terschuur staan, zoals Deon al zei, dan gaat hij lekker met de zoon van de boer gaat hij mee naar de voetbaltrainingen. Ja. Pakt hij dat soort dingen lekker op. Ja hoor. Dus, en Roan? Die heeft heel soms dat hij wel eens naar een vriendje gaat. Ja, maar echt. Roan die vindt het allemaal wel prima. He? Ik ben blij met wat ik heb. Ja, dus dat is ook belangrijk. Je hebt echt heel af en toe dat je wel eens
naar een oud schoolvriendje gaat. Het is ook al 2 jaar geleden dat we van school af zijn gegaan. En de contacten zijn bij mij ook gewoon verminderd. Ja. En hun worden ook ouder. Ja. En hun hebben ook meer hun eigen dingen. En ik, voor mij hoeft het ook niet per se. Nee. Maar eigenlijk, ik vind het wel prima zo. Maar de jongens hoeven daar dus niks tekort in te komen. Nee. Wij ook niet. Nee. Want we gaan dus met regelmaat gewoon terug naar Nederland om die sociale contacten te behouden. Ja. Goed, volgende. Maar het was trouwens een leuke en een goede vraag. Ik hoop dat je hem ook goed vindt beantwoord zo, Wouter. Even kijken, nou, van Jan en Bianca en hun gezin. Ook fijne paasdagen voor ons. Jullie zijn er maar weer druk mee. Ik voel een nieuwe meeting aankomen. Als het allemaal kan en het uitgaat, dan is het zeker de bedoeling dat er ook in 2024 weer een meet and greet komt. En dan hebben wij ook de nodige toelichting gegeven en vraag en antwoord uurtje. Dus ja, wie weet inderdaad. Dankjewel voor je reactie. Dan krijgen we van Leon Ineke een reactie. Jezus heeft jullie ook lief. Ja, dat heeft natuurlijk te maken met wat we destijds in die Pasen zaten met al die vieringen. En dat weten wij, dat Jezus ons ook lief heeft. Ik ga ervan aan dat hij iedereen lief heeft. Zijn wij dan zo extreem van het geloven dat ik die opmerking dan krijg? Wij zijn geen mensen die naar de kerk gaan. Ook niet om in huis woonden. We hebben het al een keer eerder gezegd. We vinden ook niet dat geloof in een gebouw zit of in kleding. We geloven wel, maar op onze eigen manier. En dat mag iedereen op zijn of haar eigen manier. En voor de rest respecteren we iedereen zijn eigen manier van geloven. Precies. Toch? We gaan door naar Helene. Misschien wil jij die weer even voorlezen. Ja, ik wil even laten weten met veel plezier te kijken. En de antwoorden op mijn vragen komen zo nu en dan in de vlogs voorbij. Ingrid, wat leuk om jou af en toe in iets fleurigs te zien. Wederom, dankjewel. Ik had toen ook blauw aan. En complimenten hoor. Nog veel plezier en geniet van elkaar. Dankjewel Helene voor je lieve reactie en voor je compliment. Nou, doe de volgende ook maar. Hebben jullie nog van Swiss Nostalgia? Ja. Hebben jullie een verre tussen haakjes bestemming waar jullie graag nog eens met de Beert 2.0 naartoe willen? En waarom juist die bestemming? Misschien ook wel ook leuk om individueel te beantwoorden. Dat vind ik ook wel leuk. Theon. We hebben er al een paar opgenoemd ook, hè? Nee, maar Theon, zou jij eens willen antwoorden welk land jou leuk lijkt om een keer naartoe te gaan? Heb jij daar wel eens over nagedacht? Of ik ergens naar terug, waar we al keer zijn geweest, kan ja, ook. Ja, kan ook. Of zeg je van, nou, ik vind het eigenlijk Kroatië. Wel prima. Oh, tuurlijk. Ja. Kroatië. Ja. Zegt Deon altijd. Ja. En vind ik wel leuk dat hij dat zegt, want dat ligt natuurlijk achter Slovenië. Dus ja, de planning is deze zomer richting Slovenië te gaan voor een maandje misschien. Of misschien 2 maandjes. En dan eventjes Kroatië binnen. Omdat mijn broer met zijn gezin daar zit op de camping vaak rond die tijd. Ja, een weekje dan even Kroatië in. Die tijd, dit zit er misschien best wel in deze zomer. Dus wie weet. En Vince? Ikke. Ja. Oh, dan de Noordpool. Ja, Vince heeft moeite met extreme warmte. Dan zegt Vince weer wat. Ja, Lapland. De kerstman bezoeken zegt hij voor de geheime Lapland. Ja, in het Zweedse Lapland is dat dan geloof ik. Hè? Wow. Ja, ja. Om daar een keer, weet je, ik bedoel, ik vind het er helemaal niet fraai uitzien die kerstman. Hoe die er, dat heeft te maken dat ik het zelf ook doe. Dat kerstman zijn en Sinterklaas zijn. Maar gewoon het hele verhaal daar die kant op een keer. Dus nog genoeg. Ja. En jij, Rowan? Ik weet het echt niet. Ik vind Lapland lijken wel mooi. Tsjechië? Ja, mij ook nog vind. Ja, Marokko zien we ook steeds voorbij. Ja. Kunnen we hier vandaan natuurlijk zo'n Spanje oversteken. Turkije en Griekenland. Het is misschien heel gek en ik weet ook niet. Maar als ik later bijvoorbeeld, nu hoef ik niet per se met camper, maar wil ik ook graag een keertje naar, bijvoorbeeld naar, waar is ook weer onze oudste boel Mike naartoe gegaan? Indonesië. Maar ga ik niet met de camper naartoe. Dat lukt niet met de camper. Als ik later misschien ook. Ja. Ja. Oh, jijzelf. Ja. Als reizen op zich, dat geloof ik gelijk. Ook leuk. Mooi bestemming ook. Dus nog genoeg. We gaan gauw door. En Gerard Duchenne. Ja. Ik hoop dat, of Duchenne, ik hoop dat ik het zo goed zeg. Hallo familie. Ik kijk uit naar alle vragen en antwoorden. Ik heb heel veel bewondering voor jullie en wil in het bijzonder tegen Rowan zeggen. Ga zo door. Van het verlegen knulletje in het begin naar een zelfverzekerde knul nu. Bokshouden. Nou, dat is ook zo. Dankjewel Gerard. Even kijken. We gaan door naar Eenorden. Geen vraag, maar een opmerking. Ik kijk trouw jullie vlogs en zit soms met jaloezie te kijken. Niet doen, geen jaloezie. Omdat ik denk, dat zou ik ook ooit wel eens willen.
Dus het enige wat ik kan zeggen is, blijf lekker zo doorgaan met wat jullie doen. Dan leef ik mijn droom ook al een klein beetje. Oh, wat leuk. Wat lieve reactie. Dat is mooi. Dat is mooi dat je dan met ons een beetje mee kunt draaien op die manier. Dat is een van de redenen waarom we het inderdaad doen. Deze video's maken. Maar geen jaloezie. Is niet nodig. Niet nodig. Nee. Want dan ga ik heel bot zijn. Jaloezie is een slechte eigenschap. En niet dat je jaloers bent aangelegd, zo bedoel ik niet. Maar ze zeiden tegen mij in het begin ook. En toen zeiden ze gewoon van, dan moet je het gewoon zelf ook doen. En daar hebben ze eigenlijk gewoon helemaal gelijk in. Ik kan niet anders zeggen dan dat ze daar gelijk in hebben. Soms wil je iets heel graag, maar houden allerlei dingen je tegen. Ja, dan is jaloezie slecht goed. Dan moet je het gewoon doen. Maar dus niet jaloers zijn, gewoon meegenieten. Hè, als het niet in je bereik ligt om ook dezelfde beslissing te maken die wij hebben genomen. Dan gewoon lekker met ons mee blijven reizen in de video's zoals je doet. Hartstikke dank daarvoor. We gaan naar Carlo Knuur. Ja. Zeg ik toch goed? We hebben bijna geen vragen. Sommige dingen zien we vanzelf in jullie vlogs terug. Ook jullie hebben recht op een stuk privé. Nou, dankjewel. Dat hebben we zeker. Wij zien jullie ouderlijke liefde en 5 gelukkige mensen. Dus ga zo voort en alles liefst van ons. Groetjes uit Nederland. Nou, dankjewel voor je lieve reactie. Dankjewel Carlo. Groetjes echt terug. Superlief. Vanuit Spanje. Ja, groetjes vanuit Spanje. Fijn dat het zo met respect wordt uitgesproken. Ja. Want ja, soms hebben we inderdaad, geven wij ook gewoon duidelijk onze grenzen aan hoor. Ja, wij hebben ook een privéleven en dat houden we gewoon zo. Dankjewel. Joanne Boudestein. Of Joan, maar ik denk Joanne. Superleuk dat we vragen mogen stellen. Wij zijn erg benieuwd hoe jullie nadenken dat als jullie wat ouder zijn, hoe jullie verwachten het financieel te doen. Blijven jullie vooral in de camper wonen? Nou, dat zijn meerdere vragen dus. Even kijken. Vraag 1, hoe jullie dat verwachten financieel te doen? Nou, weet je, ik ben daar heel kort in. Mensen stellen ook wel eens de vraag van, als je bent uitgeschreven van Nederland, heb je dan nog recht op AOW? Ja, wij hebben nog recht op AOW, want we hebben dat via de SVB moeten doen. Ga ik zo meteen aan het einde snel proberen uit te leggen. Heb ik namelijk al heel vaak uitgelegd, maar die vragen zouden we sowieso beantwoorden. Dus dat ga ik zo meteen aan het einde van de video doen. Maar als wij nu al rond kunnen komen met onze kinderen nog thuiswonend, als we dan straks met z'n tweeën ouder zijn, AOW, wie weet bestaat het, er zijn de tijd niet eens meer als wij die leeftijd mogen bereiken. Maar als we het nu al redden zonder vast inkomen, zeg ik er even bij, dan zullen we dat dan ook wel redden. Dus we maken ons daar niet druk om. Zorgen voor morgen laten we ook altijd voor morgen en niet voor vandaag. Dus ja, sorry, daar kan ik niet heel veel meer over zeggen, hoe we dat verwachten als we ouder zijn. En of wij dan nog in de camper blijven wonen. Ook daar kan ik geen antwoord op geven. Nu zeggen we ja, het bevalt ons nu nog steeds heel goed. We gaan voorlopig nog zeker niet ons binden, want dat zien we ook veel. Dat mensen gaan reizen in de camper, hebben hun huis verkocht in Nederland, hebben een lekkere buffer. En gaan dan even reizen met de camper, komen dan een stukje grond of een huisje tegen in het buitenland en gaan dan emigreren. Die planning hebben wij zeker nog niet. Wij willen ons niet weer opnieuw binden aan iets, aan een land of iets. Dus we willen blijven reizen in de camper. Maar ja, zeg nooit nooit. Het kan me zo wezen dat we weer een keer in een huis, wil ik niet gelijk zeggen. Want ik moet er zelf nu niet meer aan denken. Maar een blokhutje of zo. Of een vakantiewoningje. Of weet ik het wat je het wil noemen. Staakerven. Dat kan. Staakerven. Ja. Dat kan. Maar vooralsnog is het nog steeds. Ja, ik had de beker weer liggen. De camper. Ja, ik heb kop. Oh. Vooralsnog is het nog steeds de camper. Dus dat, ik hoop dat de vraag zo'n beetje goed is beantwoord. Een vraag van Linda L. Een vraag over reisbestemmingen. Jullie zijn er voor het tweede jaar naar het zuiden afgereisd. Wat is de bestemming voor 2025? Fijne paas toegewenst. We hebben nu de bestemming al veel benoemd. We hebben ook nog niet voor 2025 al een vaste bestemming. Nee. Maar we hebben net het een en ander genoemd wat in de planning ligt. Ja. Dus we gaan het zien. We leven met de dag. Dus laat staan hoe we denken over 2025. Ik zeg altijd, er is maar één ding zeker in het leven. En dat is dat de toekomst onzeker is. Dus weet je, we gaan niet te ver vooruit plannen. We zien dat in 2025 alweer. Vindt je dat op de achtergrond al na te doen? Omdat ik het inderdaad vaker zeg. Ik zeg dat vaker tegen onze volgers. Ja. Maar het is gewoon ook echt een feit. Er is maar één ding zeker. En dat is dat de toekomst onzeker is. Dus waarom zou ik plannen voor 2025 als ik niet eens weet wat er allemaal kan gebeuren nog in 2024? Dat gezegd hebbende. We gaan naar... Ik zal hem achter op de camper gaan zetten. Ga ik die zeggen? Succes. Inyazia Zirigu.
Nee, gewoon Igna, denk ik. Igna, nou, ik weet niet. Een hele moeilijke naam. Maar jullie kunnen hem als het goed is hier ook meelezen. Hier staat hij. Geen vraag voor jullie, maar wel even zeggen dat ik van jullie vlogs geniet. Fijne paasdagen. Dankjewel. Dankjewel. Lieve reactie. Dina. Igna. Igna. Denk. Nu komen we bij een boek. Ja, dan komen we bij een boek. Ja, die kan altijd lekker lang reageren. Ik heet niet eens, weet ik wel. Ja, Jason heet hij. Maar hij is een andere naam, is Saturn Inc. Maar hij heet Jason. En dat mag ik ook zeggen, want dat zet hij er zelf volop bij. Lees jij hem voor? Hallo lieve familie Hammersen. Wat leuk dat jullie zoveel extra moeite doen om vragen te beantwoorden in een komende video. Ook bijzonder dat jullie aandacht besteden aan de lokale paasviering. Ik ben heel benieuwd naar de andere video en die vanmorgen. Ja, dat is dus geweest. Ja, hoewel het fenomeen bekend is, moet ik zeggen dat het me toch elke keer weer treurig maakt dat jullie te maken hebben met psychics en trollen. Er zijn helaas te veel mensen die niets beters te doen hebben met hun tijd dan om anderen het leven zuur te maken. Heel goed dat je die negeert en hopelijk blokkeert. Hm. Heb je helemaal niets aan. Ik vind jullie gewoon hele sympathieke lieve mensen. Een heel bijzonder gezin en ik wens jullie niets dan goeds. Heb een heerlijke nieuwe week. Groeten Jason. Dankjewel Jason voor je hele lieve reactie. En ze, ja, wij staan er ook gewoon zo in. Dankjewel kerel. Ja, ja. Jason reageert vaak op ons. Ja. En we staan denk ik redelijk hetzelfde in het leven. Dus ja. Ik hoef daar verder niet te veel op te reageren door te zeggen dat ik die reactie snap. En nou, bedankt voor die reactie. Dankjewel. Even kijken, dit was een opmerking waar blijft de vlog van 7 uur. Nou, die heeft ze denk ik gemist, want die was er toen gewoon. Van Annie van Grinnik en Ginneke. Die was er toen gewoon. Of is het in Spanje vroeger en is de klok hier? Nee. Dat was allemaal niet aan de orde. Gelijkertijd. Van Karin. Hoi, gaan de jongens ook alle drie, daar komt die Vins, hun baard laten staan? Is dat traditie in jullie familie? Nou, hij had het net weer geschoren. Ja. Tot met hier stond hij gisteren nog. Ja, wedstrijd. Nee. Traditie. Is dat een traditie? Nee, het is absoluut geen traditie. Het is geen traditie, maar eigenlijk wel iedereen heeft het. Mijn broers hebben het, papa heeft het, alle twee mijn ooms hebben het, mijn opa heeft er een. Eigenlijk elke man in de familie heeft een baard. En ik zou zelf laten... Niet zo lang als dat ik hem niet zo... Want dat is niet zo vol als dat ik hem dan heb, maar... opa heeft ook een aardig vol baard. Ja, opa heeft ook een aardig mooi baard. Ja, klopt. En dan wil ik even inhaken op die wat ik eerder zei. Waarom ons kanaal De Beard heet. Iedereen denkt dat het dan alleen maar met deze baard te maken heeft. Ja, dat is misschien ook wel een beetje zo. Ik ben wel degene die je kanaal draaiende houdt. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Hè? Dat hoeven we niet omheen te draaien. De reden waarom onze camper De Beard heet is als volgende. Wij hadden toen de tijd in onze woonwijk een caravannetje staan van een stel. En die man had zo'n mooie grote snor. En dan had hij in zijn Frans, en die ging altijd naar Frankrijk, ging niet graag. Had hij die snor in een sticker erop staan en stond onder La Moustache. Dus Ingrid zei toen, dat moeten wij doen toen we onze eerste campertje hadden. Toen zei ze ook van, we moeten De Beard moeten we doen. De Beard. Nou, afijn. Heb ik er even over nagedacht. En toen dacht ik van, nou weet je... Ik heb dus te maken met die meerdere baarden. Dit is mijn eigen baard. Maar wat al ruim 25 jaar ook onderdeel maakt van mijn leven is gewoon het Sinterklaas zijn. Onze vaste volgers weten dat. Daarnaast doe ik af en toe ook Kerstman. Dat doe ik dan weer met eigen baard. Die maken we dan grijs-wit. En toen dacht ik van ja, dat hoort zo bij mij. Dat baard. Hè, achter een baard verschuilen. Het zij mijn eigen baard. Toen vond ik het eigenlijk wel een goeie. Ja. Dus toen zei ik van ja, dat gaan we doen. De Beard hebben we er toen van gemaakt. En zo geschiedde. Vandaar dus het YouTube-kanaal De Beard Campergezin Hannersen. Even kijken hoor. We gaan naar de volgende van Annie van Ginneke. Die straks dacht dat de vlog van 7 uur er niet was toen. Ik vraag me ook af hoe jullie dat financieel doen met toch een groot huishouden. Misschien een privévraag. Ja, is inderdaad een privévraag. We zijn niet te beroerd om het te beantwoorden. Dus we zullen wel deels beantwoorden. Geen antwoord, even goede vrienden hoor. Kijk graag naar jullie vlogs, petje af, hoe jullie dat doen. Nou, dankjewel. Dat financiële, kijk, dat zijn meerdere bronnen. We hebben ons Sinterklaas waar we een klein beetje uithalen. Daarin doen we ook veel vrijwillig. Bij scholen en ziekenhuizen heb ik ook jarenlang gedaan. Nou, ik hoef geen geld te verdienen over de rug van een ziek kind. Heb ik altijd gezegd. Dus, maar natuurlijk worden we daar ook soms wel wat voor betaald. We hebben zo ons YouTube.
Wij hebben een klein spaarcentje die we aan het einde van het jaar hebben. En we leven minimalistisch. We leven heel minimalistisch. We leven gewoon echt met... En wat ik heel leuk vind, is dat onderweg af en toe dingen tegenkomen. En niet alleen in het buitenland, maar ook in Nederland. Klussen. Zo hebben we afgelopen jaar heel veel in Holten ook gestaan. Waar we dus in ruil voor dienst daar mochten staan. Dat is ook een vorm van verdiensten. Maar hier in Spanje gebeurt het ook. Mensen kloppen bij mij op de camper. Hé, je bent nogal handig. Ik zit met een probleem. Mijn waterpomp is kapot. Kun je eens komen kijken? Nou, afijn, lang verhaal kort. Tussendoor help ik ook nog wel eens mensen. Dat heeft dus een beetje te maken met die reactie eerder. Met dat klussen. Ik vraag nooit ergens om. Maar ze zeggen dan, wat ben ik je verschuldigd? Dan zeg ik altijd, een goede handdruk en dankbaarheid. Dan is dat voor mij goed. Maar soms geven mensen dan ook wel inderdaad een fooitje. Dus ja, op die manier, ja, dat hoort er toch bij. Er zijn dan toch ook verdiensten. Dus op die manier hebben wij zo wat verdiensten. En kunnen wij ons prima redden. Maar wat Ingrid zegt. Minimalistisch leven en met weinig tevreden zijn, dan komen we een heel eind. Nou, dan heeft ze nog een keer gereageerd over die processies. Dat ik leuk vind, is ook gaan kijken. Die ga ik even door. Fijne paasdagen van Tanja Merenboer. Ook voor jullie allemaal. Lieve groetjes. Wat een feestdagen daar. Nederland heeft tenminste 2 dagen. We wonen. Wat wonen we toch mooi in de camper. Ik zou niet anders willen. Doei. Nou, wij ook niet. Nee, wij ook niet. Nee. Volgende vind ik een hele leuke vraag. Vond ik echt een leuke vraag. Een goede vraag. Dus die gaan we eventjes doornemen. Michael. Missen jullie de oude Beert? Dan doelt hij dus op onze oude camper. En wat zijn de plus- en minpunten tussen beide campers? Missen wij de oude camper? Ja. Ja? Nee, niet missen. Nee, we hebben leuke herinneringen met de oude camper gehad. Ja. Maar we zijn nu alweer leuke herinneringen met deze camper aan het maken. Maar misschien dat jij wel je bed, de alkoof, mist. Want het heeft Bertie toch... Dat zijn de plus- en minpunten. Ja. Die gaan we zo ook eens even opnoemen. Maar dat klopt wel wat Ingrid zegt. Maar ja, dus dat gaan we straks beantwoorden of niet? Ja, pak er maar mee. Dat is dezelfde vraag. Ja. Dit bed, dat is hoe lang? 1,95 lang, denk ik. Ja, en jij bent zelf 1,98. En ik ben zelf 1,98, bijna 2 meter. Maar dus qua lengte was die ander wel langer. Dus dat lag qua lengte wel lekker. Ja, dat heeft te maken met een hefbed heeft natuurlijk te maken met een ophangsysteem. Het scharnierpunt wat van het naar beneden zakken. Dus die ruimte mis je. En in een alcove heb je volledig van kant tot kant. Dus Vince had daar in iets meer ruimte. Nou kan hij natuurlijk schuin gaan liggen. Dus hij heeft niet aan ruimtegebrek. Maar dat was iets in het begin waar jij aan moest wennen. Ja, maar qua breedte en qua hoogte en zo is het natuurlijk wel veel fijner. Want in de alcove is het, nou ik denk dit qua ruimte. Dus daar lig je, maar als je dan rechtop gaat zitten, dan stoot je je haasjes tegen het plafond aan. En qua breedte is het natuurlijk wat krapper, omdat het zo schuin afloopt. Dus het is wel veel luchtiger, zo'n bed. Veel meer vrijheid. Ja. Missen? Nou, toen we afscheid moesten nemen van onze Beert, dat was best wel een emotioneel moment voor ons. En dat heeft alles te maken, mijn zwager zei dat toen zo mooi, jouw broertje William. Die zei het heel mooi, dat heeft alles te maken, Mark, zei hij, met deze camper heb je herinneringen gemaakt. En een nieuwe camper die je hebt gekocht, is nog maar gewoon een camper, een huisje op wielen. En daar moet je die herinneringen nog mee gaan maken. En dat heb ik toen echt, die heb ik echt opgeslagen. En dat was echt een feit. Ja. En we hebben in het begin ook best wel wat ellende tegengekomen met deze camper. Dat weten onze trouwe kijkers ook allemaal. Maar nu... Nee, ik ben echt zeer content met deze camper. Met alles wat we nu voor elkaar hebben weer naar de eigen hand gezet. Ook op het gebied van de elektra. Dat werkt echt super nauw. We komen eigenlijk niks tekort. Het zijn misschien puntjes op de i die we nog af en toe zetten. Maar ik mis de vorige camper absoluut niet. Al is het alleen maar om de ruimte. Omdat deze gewoon een stuk ruimer is. Iets langer. Ruimer ingedeeld nog weer. Ja, en wat ik eraan toe wil voegen is. Ik had inderdaad in het begin ontzettende moeite met de afstand doen van die camper. Maar nu ik de nieuwe mensen gevolgd heb op Insta. Ja. En gezien heb wat voor plezier ze hebben van onze oude campertje. Met hun gezin. Vind ik dat wel heel mooi om te zien. Dus heb ik het makkelijker los kunnen laten. Ja, nou goed zo. Rowan? Ja? Wil jij nog wat toevoegen? Mis je de oude camper? Aan welke vraag of wij de oude camper missen? Wat zijn de plus- en minpunten tussen beide campers? Ik weet zometeen nog wel een pluspunt mijn trouwens. Ja, mis je de oude camper? Ik weet al wat jij gaat zeggen. Wat dan? Nee, niet jij. Ik weet wat papa gaat zeggen qua pluspunt. Aan het begin miste ik hem wel.
Maar dat was puur gewoon inderdaad weer verwennen en een nieuw huis. Maar nu, ik zag ons aan het begin eigenlijk al wel zitten in deze. Toen we, ja, jij zag het gelijk wel, hè? Ja. Toen zat ik al van, nou papa, dit zie ik wel zitten of zo. Jij zit lekker in je filmpje. Wil jij nog beantwoorden of wij de oude camper missen? Ik niet echt. Ik vind eigenlijk, deze vind ik net zo lekker eigenlijk en leuk. Nou, oké. Okay. Wel ruimer dit natuurlijk. Dit is ruimer, ja. Ik kan nog een plus en minpunt opnoemen. Toen ik deze camper ging kopen, zei ik gelijk van ik ga één ding missen aan de oude camper. En de oude camper was namelijk een achterwielaandrijving, dubbel lucht. Ja. Dat ga je ten alle tijden missen. Want sneeuw, 30 centimeter hoog, hebben we in een holte gestaan. Met gemak rijden we weg. Hoef je met deze niet te proberen. Nee. Kan ik heel eerlijk in zijn. Tuurlijk zijn de sneeuwkettingen en even zo'n mat eronder leggen om die voorwielen. Dan kom je echt wel weer weg. Dus er zijn altijd oplossingen. Maar die ga je missen. En heb ik hem al gemist? Nee, dat dan nog weer niet. Hij liep best wel goed in de bergen. Ik had mijn twijfels over deze camper. Van, hoe zou hij dat gaan doen met die voorwielaandrijving in de bergen? Maar hé, dat heb ik al eens in een andere video uitgesproken toen we net weer gingen reizen. Maar ook toen naar Guadeles toe. Ja, dit is echt een trekker dit. Dit is niet normaal, dat had ik niet gedacht. Dit is echt een trekker. Dus motorisch vind ik deze sterker. Hoewel er bijna dezelfde motor ligt. Maar deze heeft net iets meer pk's. Die merken we echt. Hoog koppel die ook heeft. Dat is ook fijn in de bergen. Dus dat is een beetje die plus en minpunt die elkaar eigenlijk dus een beetje opheft. Ja. Dus dat. En bij Deon het dakraam is ook een pluspunt. Ja, Deon heeft dat is een pluspunt voor jou, hè? Dakraam nu boven je bed. Je hebt een extra dakraam. En bij de keuken hebben we ook een ventilator. Ja, we hebben wel meerdere dingen. Ja, fijn. Ja, veel dingen. Ja. Net ietsje luxe weer. Goed, we gaan gauw door, mensen. Even kijken. We gaan. Maar nogmaals, was een leuke vraag trouwens. Voor jullie fijne paasdagen, dankjewel. Hoe zien jullie de toekomst qua blijven reizen? En een camper is het doel binnen een bepaalde tijd toch weer in een woning te gaan wonen. Hebben we eigenlijk net beantwoord, dus daar ga ik gauw doorheen. En uiteraard, fijne paasdagen wordt er nog een keer gezegd. Wij zijn langs de Belgische kust. Echt super tof. Groetjes de Kuipertjes en route. Nou, gelijk een beetje sluipreclame voor de Kuipertjes. Ook in die volgende opmerking zeggen, hey Beard Family, sinds kort vloggen wij ook. Wij stonden tijdens de Vierdaagse bijna naast jullie. We weten tot een volgende keer onderweg. Nou, we weten weer bij de Vierdaagse, ja. Want wij vonden het zo leuk. Wij gaan er dit jaar weer proberen te staan bij aan die Zevenheuvelenweg. Is dat toch, heet dat dan? Ja. Gaan we weer proberen. Even kijken. Mr. Kendevos. Ga ik maar vanuit dat ik dat zo goed zeg. Even kijken. Hoi, ik volg jullie toffe vlogs nu al een tijdje. Ik hoop ooit mijn gezin te kunnen overtuigen om ook in een camper te wonen en te leven in een camper. Ik heb 1001 vragen, maar zal het er nu bij eentje houden. De was doen jullie in een wassalon, evident. Maar hoe drogen jullie de was in de natte en koude regen- of winterdagen? Als je niet buiten aan een wasdraad of wasrek kan hangen. Zeker met zoveel was van een groot gezin. Dan hangen we het op. En dan gaan we met z'n vijf heel hard blazen dat droog. Ja, maar als het regent heeft dat geen zin. Nee, in de camper ophangen. Ah zo. Nou ja. Onderweg, als we reizen, dan zoeken wij inderdaad wasserettes. En dan hebben we ook geen regen. En dan hebben we geen regen en dan hebben we mooi weer. Maar goed, wasserettes en drogers hebben ze daar al. En ik doe onderweg regelmatig een handwas. Want we hebben in de aanhanger een centrifuge. Dus dan doe ik een handwas door de centrifuge. Nou, dan komt het eigenlijk al best wel droog uit. En dan hang ik er 2 tellen buiten aan de camper via een waslijntje. En dan is het in no time droog. En bij slecht weer doe ik het wassen in de centrifuge. En dan hang ik het in de aanhanger. Want daar kan ik eventueel ook even een lijntje doorheen spannen. Is ook makkelijk om. Nou, met alle respect, bij slecht weer ga je natuurlijk geen was buiten hangen. Nee, dat doe je niet. En dan hebben we ook in de vaste plekken die wij hebben in Nederland, zijn gewoon wasdrogers en gelegenheid om de was binnen te hangen. Ja. Dus dat. Dus eigenlijk hebben we overal een oplossing voor. Dus geen probleem om de was te doen. Dus groetjes terug richting België vanuit Spanje. Ja. Een leuke vraag. René Scheppie, oftewel René van Scheppingen. Fijne paasdagen met z'n allen. Mooi intro weer in elkaar gezet. Dankjewel René. Ferdinand van Langeveld, ja, die heeft ook altijd wel zijn opmerkingen.
Gewoon niks negatief trouwens hoor. Nee. Ik viel bijna van mijn stoel. Ingrid in het paars. De enige weer met een kleur. De kleur. Volgende keer maar weer in het zwart, Ingrid. Nou, ik heb geluisterd. Ik ben weer in het zwart. Ik heb al eens eerder voorgesteld een persoonlijke vlog van een ieder. Dus ook van die gasten. Dat bedoelt hij deze drie gasten. Ja, daar kan ik gewoon heel eerlijk over zijn. Die hebben er gewoon niet altijd zin in om de camera over te nemen. En het gebeurt wel eens, maar dat doen ze gewoon wanneer ze er zin in hebben. Afzonderlijke vlog. Ja, zitten jullie daar zelf op te wachten? Nou, ik vind het soms leuk om zo in de vlog te zijn, maar om elke keer met mijn Gigo in beeld te zijn en dan helemaal een vlog zelfs, dat ik zou het persoonlijk wel minder vinden. Dat vind ik niet zo. Vinden ze dus niet van het vloggen? Sterker nog, we zijn geen van allen eigenlijk echt van heel de met onze camera op de kop. Daarom vloggen wij ook niet alles. Nee. En hebben we ook gewoon maar één vlog in de week. Hè? En dat is dat stukje privé. En we zijn dit kanaal ooit begonnen omdat wij van mening waren dat er veel meer mensen zijn die graag willen doen wat wij doen, maar niet durven of niet kunnen. Of de bekende leeuw en de beer op de weg zien. En toen hebben we gezegd van wij gaan gewoon alles van de hoed en de rand laten zien. Hebben we destijds ook gedaan. Hoe alles in zijn werking ging met verzekeringen, met school opzeggen, met banen opzeggen en huis opzeggen. Ah, fijn, dat hebben we toen allemaal gehad en dat was de reden dat we toen zijn gaan vloggen. Maar inderdaad, met z'n allen, een aparte vlog, dat is, denk niet dat je daar rekening mee moet houden. Roman vindt het nog wel eens leuk om de camera te pakken, Deon doet het nog wel eens, Vince doet het nog wat minder. Dus dat, even kijken, wat wil ik zeggen? Er is nog een vraag, had hij nog. Hoe beleeft een ieder tot nu toe zo om onderweg te zijn met elkaar? Vindt er veel gauw voordat je de deur weer uitgaat? Hoe beleef je dat? Sorry? Hoe beleeft een ieder het zo om zo met alle onderweg te zijn met elkaar? Ja, goed. Goed. Ja, kort en duidelijk. Hoe je het vindt om zo onderweg te zijn met elkaar, samen te reizen? Prima. Prima. Ja, gewoon prima. Ja. Deel nog storen? Nee, laat hem lekker zitten. Ja. Of je bijvoorbeeld dat we zo lekker samen met elkaar weg zijn, zoals gezin ook. Ja, en soms zeker. Ook met familie erbij, zoals in dit geval nu. Ja, nee, allemaal goed. Ja, hè? Ja. Even kijken. Volgende, van Mario. Hoi, happy family. Een vraag van een fan met respect. Nou, dat vinden we altijd fijn. Mensen die respect hebben voor elkaar. Hoe bepalen jullie je bestemming en activiteit en vaak ook samen met de schoonfamilie van jullie topzoon? Bedoelt u denk ik op Vince. Vorig jaar hebben we inderdaad een aantal maanden samen met hen gereisd. Dit jaar is dat nog niet aan de orde. Nu zijn we met een deel van mijn familie en zij hebben hun eigen dingen, wij hebben onze eigen dingen. Even kijken, wat was nu ook weer precies de vraag? Hoe bepalen jullie de bestemming? De bestemming bepalen we aan de hand van Park for Night. Dat is een app die we veel gebruiken. In het algemeen een bestemming als je bedoelt om een land, nou, daar ben je dagelijks eigenlijk hebben we het daarover. En voor de rest bespreken we dat met degene waarmee we samen er onderweg zijn. Waar we naartoe gaan. Dat wordt gewoon in de groep gegooid. En dan halen we inderdaad Park vanuit erbij. En dan kijken we wat de volgende bestemming wordt. Of de ene is van de zee, de andere is van bos. Wij zijn van het wandelen, de andere van het klimmen. Die weer van lekker aan de boulevard staan en die weer van de markt. En zo is het geven en nemen als je met meerdere mensen reist. Ja. En voor onszelf sprekende, dan gaan we gewoon eens even een keer met z'n allen op tafel. En wat gaan we morgen doen? Ja. En dan bespreken we dat op die manier. Maar over het algemeen liggen wij als gezin wel redelijk op één lijn. Ja. En wij gaan ook de kinderen niet verplichten. Je ziet ook wel eens in de video's bij ons dat als wij zin hebben om een wandeling te maken naar een kruis in Benidorm bijvoorbeeld. En Vince heeft geen zin. Dan zeggen we gewoon, jongen, doe lekker je ding. Ga lekker op de PlayStation of wat. We verplichten niemand en zo doen wij dat. We gaan naar de volgende. Die hebben we gehad. Even kijken, deze. Ik heb nog wel een vraag aan jullie. Hoe kunnen jullie zo liefde aan elkaar geven? En jullie zijn zulke lieve mensen en jullie hebben hele lieve kinderen. Daarom kijk ik graag naar jullie vlog. Groetjes van ons en hele fijne Pasen. Ik kan er geen naam bij noemen, want dat is een user wat daarboven staat. Een usernaam. En waarom kunnen wij zoveel liefde geven? Wij zijn nou eenmaal gewoon zo. ja. Dat is eigenlijk het simpelste antwoord. Eigenlijk het simpele. Sorry, wij doen niks anders als anders. Zo zijn wij. En liefde kun je op vele manieren aan elkaar geven. Hè? Ja. Dat kan gewoon op vele manieren. Dat is de ene keer om elkaar een handje vast te houden. Dat is de andere keer om elkaar even de liefde toe te spreken. Ook naar de kinderen toe, wij naar elkaar toe. Hoe trots we op elkaar zijn. En, we zijn gewoon heel open. Ja. Ik denk dat het hem ook is. Alles is bespreekbaar. En ja. In de tussentijd gaat op de achtergrond een alarm even af. Ik weet niet of dat storend is voor de kijkers, maar voor mij valt er wel mee.
Dus ja, ik hoop dat die vraag zo is beantwoord. Ja, gewoon doen. Ook dat is weer gewoon doen. En natuurlijk hebben ook wij wel eens onze discussies, strubbelingen. Hallo, we zijn er gewoon een standaard gezin. Daar zijn wij niet anders in. Nee hoor. Maar even kijken. Zoals je zegt, gewoon open naar elkaar blijven. Fijne paasdagen van Karel Kostermans. Dankjewel, Karel. Ja, we hebben heel veel fijne paaswensen gehad. Ook nog voor Rita van Berghem. Nog een fijne dag. Ja, dankjewel. Hey, hele leuke vraag. Waarom gaan jullie niet naar de kapper? Nou, wat baseer je dat op? We gaan wel één keer in het jaar gaan we naar de kapper hoor. Dan laten we de puntjes knippen en dan laten we weer lekker doorgroeien. En dat geldt voor ons alle vijf, toch? Nee. Nee, Deon die had het te laat over, die wil zijn haar weer even wat korter misschien, hè? Ja. Ja, Deon wil zijn haar misschien weer wat korter. Maar we hebben het nou even een keertje laten groeien. En even kijken de volgende, want we zitten al, we willen het eigenlijk een beetje op een uur houden deze video, niet verlangen. Mm-hmm. Fijne paasdag, niet te veel eieren eten. Nou, hebben we lekker wel gedaan. Jongens, hoe zit dat met de meiden? Nou, Vince heeft natuurlijk verkering. Deon is daar te jong voor om echt naar de meiden voor verkering te doen. Deon zit al zo. Nee, joh. En Rowan? Ja? Hoe zit het met de meiden? Oh. Laat ze maar komen, denkt hij. Ja. Ja hoor. Nee. Dus, weet je wat het moeilijke met Rowan is? We hebben nou al een paar jaar tijd meegemaakt. Mag ik het zeggen, Rowan? Ja. Er zijn zoveel meiden die Rowan leuk vindt. Maar Rowan die vindt het allemaal wel prima. Ja. Hè? Nou, ik vind gewoon als weesleven met reizen en zo is niet. Nee, je Rowan is realistisch. Ja, ik wil niet mensen, het was meiden, pijn doen. Hij wil meiden geen pijn doen en als hij veel reist. Ja. Nou ja, je doet hem meiden geen pijn, dat zie je vindt. Ik bedoel, je heeft gewoon op een andere manier. Ja, maar gewoon nee. Hij wil zichzelf niet pijn doen. Hij wil zichzelf niet pijn doen, dat kan ook nog bij. Ja, ook een goed antwoord. Fijne paasdagen van DoSens, dankjewel. Ja, de paas zijn lang geweest nu jullie die video zien, maar goed. Mooie intro, leuk om de hele familie zo bij elkaar te zien, dankjewel. De volgende van Rijn de Klarebeek. Leuke vlogs maken jullie. Kijk elke keer als jullie er zijn op het kanaal naar jullie vlogs. Ik kijk vanuit een warm, maar mooi Suriname. Zo. En jullie, of naar jullie, en ik hoop dat jullie nog lang mogen doorgaan met jullie vlogs. Ja, zolang wij dat leuk vinden en zolang de kijkers dat leuk vinden, zullen we dat zeker blijven doen, Reindert. Dankjewel voor je reactie. Nou, mag jij de volgende even van Camper Travel Bubbles? Wat een leuke nieuwe intro. Heel veel leuke, lieve vragen toegewenst. Voor jullie ook hele fijne paasdagen. Nou, die vragen zijn weer inmiddels al over de helft, geloof ik. Die leuke, lieve vragen. Zeker. En hoe gaan jullie om met 5 mensen en dan wellicht toch eentje ruzies? Het is toch een kleine oppervlakte en je moet toch door. Ja, hoe gaan we ermee om? Nou, ik zeg je heel eerlijk, echt ruzies. Nou, dat zeg ik daarin zijn wij echt niet anders hoor. Nee, maar ja. Echte ruzies zijn er niet. Nee, we zijn er niet. Alles is bespreekbaar met ons. Tuurlijk hebben we wel eens een meningsverschil of wat dan ook. Maar we proberen toch eigenlijk alles te bespreken. En als het buiten dat, als je het even zat bent, er zit een deur in de camper, loop even een rondje door het park, weet ik veel, ga even een balletje trappen. Dat zei ik toen ook altijd. Er zit ook, in de camper zit ook een deur, hè? Daar kun je ook uit. Ja, het is precies. Niet dat we vastzitten op deze vierkante meters, hè? Nee. Integendeel juist. Ja. En ik wil er aan toevoegen, als ik jou in de reden mag vallen, eigenlijk is het, naarmate we in de camper zijn gaan wonen, is dat nog veel minder geworden, die ruzies. Die ruzies die er thuis wel eens waren. Ik bedoel even op de jongens onderling. Hè? Ik bedoel, zijn broers, die hebben wel eens lekker een opstootje. Ja. Die zijn alleen maar minder geworden naarmate we op een kleinere oppervlakte nu wonen. Ja, dus, dat klinkt heel raar, want de ruimte is kleiner geworden. Maar de irritaties zijn ook kleiner geworden. Ja, minder geworden. Ja. Ja. En over irritaties gesproken. Van J-Play, G-Play. Nou goed, ik weet even nu zijn naam niet. Ik ben een verschrikkelijk nare en irritant manneke. Dus hij weet van zichzelf dat hij irritant is. Hij wil ons maar niet te veel vragen stellen. Daarom wil ik jullie heel veel plezier en succes wensen. Maar ik weet, het is een leuk... Ik blijf jullie volgen. Ja, ik weet dat het een trouwe, leuke volger is. Dus, leuk. Ja hoor, helemaal goed. Dankjewel. Weer een goed paasweekend gewenst. Even kijken, Yvonne Loodsma. Ik heb het jullie wel eens eerder gevraagd, tussen neus en lippen door. Hoe houden jullie de camper met 5 man en een hond zo netjes? Waar laten jullie alle zooi? Nou, dan gaan we die eerst beantwoorden. Hoe houden wij de camper zo netjes? Ja, wij zijn gewoon geordend. Netjes en opgeruimd. En gedisciplineerd, als ik voor mezelf mag spreken. Ja, en jij ook trouwens. Ik idem dito. Ja. En we proberen dat de jongens ook een beetje in de opvoeding mee te geven. En zo min mogelijk gewoon sowieso zo min mogelijk zooi kopen en meenemen. En
Ja, dan hou je het geordend. Ja. En waar laten jullie dan al die zooi? Ja, sowieso hebben we een opslag. Daar hebben de spullen die we niet mee hebben met het reizen inderdaad. Ja, nou ja, we hebben allemaal een beetje opslag. En daar wisselen we de kleding nog wel eens. Of wat we nodig hebben. Maar ook daarin, in die opslag hebben we allemaal gewoon één bak. Ook niet veel, nee. Gewoon zo'n bekende bak die we bij zo'n bekende winkel kunnen kopen. Ja, maar goed, alles heeft gewoon een plekje. Ook in de camper. Ja. Wat we gebruikt hebben, ruimen we weer op. En zo zijn wij. En had ze nog een vraag of je al iets gemerkt hebt omdat je zonder milieuvignet door Frankrijk bent gereden. Nee, niets van gemerkt. Nee. We konden het toen ook niet anders. Normaal gesproken zouden we bij Frankrijk niet doorrijden. Zouden we de milieuzones niet opzoeken. Nee. Omdat we inderdaad een iets oudere camper hebben. Dus dan zit je al gauw met die milieuzones te zeuren. Maar ja, toen zaten we midden in die boerenprotesten. Dus we konden niet anders. De navigatie leidde ons toen ook zo. En we hebben daar niks, geen probleem in ervaren. Ook geen politici die daar lastig in hebben gedaan. Dus nee, geen problemen mee gehad. Weet je, nood breekt wet. Ja. De laatste opmerking op deze video. Ja, Ronald. Wat bezielen mensen als je het niet leuk vindt of de mensen je niet aanstaan? Kijk je niet. Nee, en vragen, het, ja, die heb ik wel, maar ik stel ze niet uit respect naar jullie toe. Als je me begrijpt natuurlijk. Ga lekker door mijn vloggen, geniet ervan elke keer weer. Bedankt voor je respect, Ronald. En voor die opmerking. Ja, nee, inderdaad, wat bezielt je. Dat vinden wij ook wel eens. Leven laat leven, zeggen wij altijd. En natuurlijk denken we niet allemaal hetzelfde. Zijn we niet altijd allemaal met elkaar eens. Maar het is zo makkelijk om vanachter zo'n toetsenbord wat te roepen, wat te schreeuwen. Ik bedoel, hey, hallo. Maar weet je, we zijn niet de enige. We horen het van andere vloggers. Ik volg ook wel wat dingen op mijn Facebook. Dat ik denk van nou, simpele campergroepen waar een hele normale vraag wordt gesteld. En er kan geen eens meer een normaal antwoord op komen tegenwoordig. Dus, Je ziet het inderdaad heel veel in de camper volgens ook. Ja. Mensen die net een nieuwe camper kopen. Ik weet niet waar dit knopje voor is. Maar dan snap je toch wel dat het is om je toilet door te spoelen. Bizar. Nee, die mensen snappen dat dus niet. Daarom stellen ze de vraag. Ja. Reageer als normaal mensen. Ja. En ik kan er inderdaad boven worden. En ik ga daar even een klein beetje op terughaken. Want Ingrid zei, geeft niet te veel aandacht aan. En dat zouden we ook niet doen. Nee. Maar ik geef ook niet te veel aandacht aan, aan de reacties op zich. Want wij laten dat daarnaast pas heen gaan. Dus we geven in die zin geen reactie eraan. Maar moet je kijken hoeveel mensen leuke reacties geven. Dan krijg je veel meer energie. Absoluut. Ik wil alleen een levensles, of een lesje even meegeven aan iemand. Aan de mensen, aan sommige mensen. Die het wel nodig vinden om lelijk te reageren. En dan ga ik even, dan wil ik niet te veel, wil niet zwaarder maken dan dat het is. Maar inderdaad, straks was ook een keer reactie, gaan jullie niet naar de kapper? Nou, stomme vraag. Maar goed, er bestaan geen stomme vragen, zeggen ze. Dus de vraag is ook gewoon beantwoord. Maar er is ook een reactie in een andere video geweest, waarop de kinderen werden veroordeeld op die staat die ze hebben. Dat is nogal een lelijk gezicht. Jullie lijken wel meisjes. Nou, dan is het inderdaad, ben ik met Roland eens, wat bezielt je om dat te zeggen. Met alle respect, ik ga dat toch melden. Maar de mensen die ons langer volgen, weten ook, hebben in een documentaire die destijds over ons is gemaakt, hebben ze ook kunnen zien dat Rowan daardoor best wel toen een tijdje is aangetast. Door pesten op school of wat dan ook. En dan denk je van, dan ben je een volwassen. En dan ga je via op zo'n manier. Ik bedoel, de kinderen lezen de reacties ook gewoon, hè. En wat bezielt je dan om zo te reageren, om iemand zo op zijn uiterlijk weer, hè, te moeten aan te spreken. Dan denk ik van, jongens, denken ze een beetje na. Kom op. Dat vind ik ook pesten. Vind ik pesten van een volwassene vind ik vele malen erger dan van kinderen. Dat vind ik ook een vorm van pesten. Dus ik wilde dat toch even kwijt. Dan kan je ons meisjes noemen, maar dan vind ik jezelf ook gewoon geen echte man. Het was niet eens een man. Het was een vrouw. Weet je wat leuk was? Ze heette De Gunst van achternaam. Maar volgens mij was het Afgunst. En daar laat ik het bij. Verder zal ik er niet te veel aandacht aan geven. Maar ik hoop wel dat je erover nadenkt. Dat je ook op die manier kinderen, want daar hebben we het over, kinderen kunt kwetsen. Door ze omwille van hun uiterlijk te beoordelen en iets te benoemen. Nadenken. Goed, dat gezegd hebben we er. Ik zou nog 3 vragen. Deze kan ik dichtgooien, want dit hebben we gehad. Ik had inmiddels deze kamer ook opgeruimd. Ik zou nog 3 vragen sowieso beantwoorden. Het financiële plaatje. Dat heb ik inmiddels beantwoord. Daar ga ik niet meer te veel over uitweiden. Dan heb je een stukje. We hadden nog eentje. Welke hadden we allemaal beloofd?
school van de kinderen. Daar gaan we het zo nog over hebben. En, toen was een vlog van anderhalf. Nee, want we kunnen het nu verder kort houden. Oké. We kunnen het verder kort houden. Maar ik moet eventjes nadenken wat ik ook weer had beloofd. Welke vragen sowieso zouden worden beantwoord. En dat was onder andere die financiële. Hoe doen we dat financieel? En verzekeringstechnisch. Nou, verzekeringstechnisch heb ik al in meerdere video's uitgelegd. Ook in de Meet & Greet. Ik zal maar één keer heel snel opnoemen. Wanneer je de beslissing maakt om langer als 8 maanden te gaan reizen. Wat wij dus deden. Word je min of meer door Nederland verplicht je eigen uit te laten schrijven. Van die uitschrijving hebben wij dankbaar gebruik van gemaakt. Omdat wij de kinderen met ons mee wilden hebben reizen. En de kinderen hebben een leerplicht. Die leerplicht vervalt wanneer je bent uitgeschreven. Voor ons dus win-win. Oké, heb je dan nog recht op bepaalde dingen? Ja, daar heb je recht op. Als je de SVB aanschrijft, doe je je verhaal. Zij kijken dan of je bijvoorbeeld recht houdt op de WLZ. Wet Langdurige Zorg. En dan zien zij van, hey, meneer Hannes en zijn gezin komen ieder jaar nog weer terug naar Nederland voor vrijwilligerswerk en dat soort dingen. Dus ja, zij blijven binding houden met Nederland. Dus ja, zij hebben recht op wet langdurige zorg. Dan word je verplicht om een zorgverzekering in Nederland te nemen. Dat hebben we dus gewoon. Dus dat is dan even een stukje verzekeringen. En dan kun je vervolgens ook gewoon weer belastingweerberoep doen op zorgtoeslag. En dat soort dingen. Dat gaat dan gewoon allemaal dus door. Ben ik dan daarin nog wat vergeten? Want dat is het verzekeringen voor onze. Op die manier zijn we dus gewoon nog keurig netjes verzekerd. En dan gaan we het nog even gauw hebben over die. Wij gebruiken altijd de term unschooling. En een hele hoop mensen weten niet wat het is. Nou, als je gaat googlen, zie je al heel veel wat het is. Er staat erbij: kinderen krijgen wel degelijk scholing. Alleen daar in dat waar ze zich voor dat moment, op dat moment voor interesseren. Wij hebben toen in het begin van onze reis de keuze gemaakt: we gaan voor het homeschooling. Nou, wij zijn gaan reizen toen de kinderen al allemaal op een leeftijd waren en een goede basis, sterker nog, Vin zat al op de hogere school en Rowan ging ook op de hogere school, zat ook op de hogere school. Deon zou nu naar de hogeschool zijn gegaan met een goede basis rekenen, lezen, schrijven. Dat vinden wij eigenlijk het belangrijkste. En wat wij heel veel zien als gezinnen besluiten te gaan reizen, dat ze vaak jongere kinderen hebben en dan dus dat allemaal bij moeten brengen. Nou, dat hoefden wij dus al niet meer, dat was dus al een stukje winst voor ons. Dan krijg je allerlei andere lessen die je zou kunnen geven. Wij hebben gezegd van, we gaan de jongens niet meer verplicht uit een boek laten lezen of leren. Of weet ik het wat. Wel geven we af en toe het advies van, zoek een filmpje op. De jongens komen zelf wat met vragen. Ze interesseren zich dus in dingen die ze zelf interessant vinden. En daar hebben ze dan ook de behoefte aan om daar zelf wat over te leren. We bezoeken met regelmaat educatieve dingen zoals musea. Zo zijn we afgelopen week bijvoorbeeld ook weer naar een aquarium geweest hier ook. Ja. Van de gemeente waar weer van alles over vissen is. Dat zie je misschien niet altijd even uitgebreid in beeld. Maar op die manier hebben we dus nog een beetje het educatieve gedeelte. En dan zijn er altijd mensen met een opmerking van, ja, en een diploma dan? Zonder diploma kun je niet werken. Nou, hey, hallo, ik zit hier, sorry, zelf als voorbeeld. Ik heb vroeger, toen moest je nog een middenstandsdiploma halen. Die heb ik toen keurig netjes gehaald. En dan kon je je eigen zaak beginnen destijds, eigen onderneming. Nou, vandaag de dag heb je die papieren helemaal niet meer nodig. Want iedereen kan naar de KVK nummertje aanvragen, BTW-nummertje aanvragen. En dan kun je je eigen zaak beginnen. Dat diploma heb je dus helemaal niks niet aan. En oké, als die jongens nu nog wel naar school zouden zijn gegaan, want dan ga ik even advocaat van de duivel spelen, want dat doen jullie bij ons dan ook wel. Wat mag? Zonder diploma kom je nergens heen, maar wat voor diploma hadden ze nu gehad dan? Als ze nog op school hadden gezeten, dan heb je dus bij Verona vroeger hebben gezegd, MAVO, HAVO, VWO, MBO. IVWO, MBO, heb je een diploma van de MAVO. Wat kun je daar dan mee? Geen ene sodemieter. Want vervolgens, als je echt aan het werk wil, moet je weer dat vak, moet je dan voor gaan studeren. Als men dokter anders wil worden, moet je daarvoor gaan studeren. Wil je bakker worden, ga je een bakkersopleiding volgen. Vroeger heette de PABO, had je, hè, als je dan docent voor de klas wilde worden. Of ook wel, als die jongens zometeen hun interesses hebben ontwikkeld en ze willen, weten goed wat ze willen worden, kan leren of een opleiding of een diploma halen altijd nog. Maar dan hebben ze deze levenslessen, die wij eens proberen mee te geven op deze manier, die hebben ze dan al te pakken. Die hadden ze niet in de schoolbanken geleerd. Nee, helemaal mee eens. En verder kan ik het niet verder mooier inpakken. De realiteit is, nee, ze halen nu geen diploma. Natuurlijk kunnen we kiezen om online voor diploma's te gaan. Zijn die dan wat waard? Hey, ik vind het niks meer dan een papiertje om te laten zien van, nou, jij kan nu dit. Nee, en buiten dat, kinderen hoeven voor ons geen bewijzen. Sorry. Ze moeten gelukkig zijn, worden, blijven. Dat is het belangrijkste in het leven. En ik ben later, om weer even bij mezelf terug te komen, mezelf de spiegel voor te houden, want dat probeer ik wel altijd.
mezelf de spiegel voor te houden. Ik had dus allerlei mooie papiertjes. Heb ook veel gedaan in mijn leventje al. Uiteindelijk de laatste flinke tijd voor één en dezelfde baas gewerkt voordat ik in die camper ben gaan wonen. En dat was een bedrijf waar geen opleiding voor bestaat. Je moest alles intern moest je leren. Nou, dat heb ik gedaan en ik denk dat ik uiteindelijk kon zeggen dat ik één van de belangrijkere personen voor het bedrijf was. En hoe leuk is het dat ik soms nog word benaderd op het moment dat ik in Nederland ben en daar nog steeds af en toe hulp kan bieden. Dat bewijst dus maar weer dat waar een wil is, is een weg. En dan kun je een diploma hebben, maar als de wil er niet is, heb je dat diplomaatje ook niks. Dus, meer kan ik er eigenlijk niet van zeggen. Ik denk dat ik zo die vraag over het homeschooling / unschooling heb beantwoord. Er zijn vele manieren van unschooling. Wij hanteren het op deze manier. We verplichten de jongens dus tot niets meer momenteel. Die diploma's vinden wij niet belangrijk. Andere mensen mogen die wel belangrijk vinden. We weten dat er ook wel docenten, leerkrachten naar onze video's kijken met hun vraagtekens. Die zullen er altijd blijven, die vraagtekens. Dit is helemaal onze visie op leven. En die mensen hebben een andere visie. En dat is allemaal prima, hè? Alleen wij hebben gezien dat onze kinderen gewoon niet goed functioneren in het huidige schoolsysteem. Te veel druk, te veel prestatiegericht en te veel verdrietige, ongelukkige gezichtjes. En dat wilden wij niet. Want wij willen een 10 op het rapport voor gelukkig zijn. En dat zijn we nu. Dus daar gaan we ook mee stoppen. Financieel hebben we beantwoord. Hoe en wat met naar welke landen we gereisd hebben beantwoord. Eigenlijk alle vragen hebben we keurig netjes proberen te beantwoorden. Het is een lange video geworden. Dus we gaan hem stoppen. Jongens? Ja? Ja? Lekker allemaal op mijn telefoontje. Het is ook laat voor ons. Het is al laat in de avond. We gaan echt niet alleen einde aan deze vlog maken. We gaan ook lekker ons in orde maken. En zo meteen naar bed. Ja, de jongens eerst. Roman dan. Vince dan wij. Dus niet tegelijk. Daar. Lekker in orde maken. We staan lekker op een plekje waar we ons lekker kunnen douchen en kunnen wassen. Dus geen zorgen over waslijntjes spannen, geen droger hebben of douchen. Nee. Of geen momentjes met elkaar, want ik ga gewoon lekker samen een keer met Ingrid gaan we gewoon samen douchen. Hé, hebben we dat moment ook weer te pakken. En zo ruilt en zeilt ons leven op dit moment. En dan zijn we allemaal, wil ik niet alleen voor mezelf spreken. Ja, dat ga ik toch doen en dan mogen jullie daarna ook doen. Ik ben gelukkig met het leven wat ik momenteel leid. Ja. Ik ook. Ja. En? Ik niet. Jij niet? Nee. Nou, hoe we er veranderen? Iets aan veranderen zeggen we dan altijd al, net tegen de mensen als je niet gelukkig bent. Nee, goed. Ik ook. Jongens, Roland? Ja. Heb je tijd om de mensen gedag te zeggen? Ja. Want we gaan hem beëindigen. We hopen dat jullie dit een informatieve en leuke video vonden. Een eerlijke video. Gewoon zoals het rijdt en zelf bij ons. Niet gezegd dat onze antwoorden die van een ander zijn. Ieder richt zijn leven anders in. En zo wij het onze. Bedankt voor het kijken naar deze video. We hopen dat jullie onze video's waarderen, leuk vinden. Abonneer dan op dit kanaal. Volgende keer weer een normale video waarbij je weer wat van ons reisleven meekrijgt. En vragen zullen er altijd blijven zijn. En antwoorden zullen altijd anders zijn. Dus wij zeggen tot de volgende. Tot de volgende. Doei. 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 We are together in my motorhome, the beer.